druk daalt, dan zie je heel veel bellen omhoog komen. Heel spontaan. Het hoeft er niets te gebeuren of de bellen komen omhoog. Je ziet het ook in de winter, onder het ijs. Ja, dat wel. Dan zeg je, dat zijn allemaal luchtbellen. Ja. Nou, dat is dus gas. Zou je er een klein gaatje in boren, dan hou je de lus erbij, krijg je een vlammetje. Nou, dit wordt iets groter. Vlammetje, hoop ik. Hoop ik. Mooi, dus ik heb een gemisje, steekt hij dat in. Ja. Dat komt het ik kijk eerst even hoe de wind is. Nee, maar dat komt omdat je in de bakken zit. Ja, ik ga zo even verder vertellen. Want wat eigenlijk heel belangrijk is, wat mensen niet weten, is dat we dus behalve de koolstofuitstoot van je auto, dat we nog een veel groter probleem hebben. En dat is dus de methaanuitstoot. Want we hebben in de Siberië hebben die permafrostgebieden. Nou, dat is permanent bevroren grond. Met daaronder tientallen meters dikke laag veen met gas. Eigenlijk hetzelfde als wat we hier hebben. En in de winter hebben we een dun laagje ijs met een klein beetje gas. En in Siberië hebben we dus meters ijs met honderden meters gas. Nou, wat ik hier laat zien is heel kleinschalig. In de oorlog hebben de mensen hier nog de boeren gas opgevangen en daar hebben ze dus op gestookt. En in sommige plekken in Nederland komt het water nog spontaan met het grondwater met een wel omhoog. Hebben ze een wel in de sloot, komt er gas vrij. Ze zetten een grote ton overheen en ze vangen het gas op en ze koken erop. Het belangrijkste is altijd, als je het zelf wil doen, keert de emmer om onder water, want er mag geen druppel zuurstof bij zitten. Want zuurstof en gas is een knal. Want er zit de emmer boven in de boom en dat willen we niet. Oh, heb ik één keer gehad, doe ik dus nooit meer. Dus ik keer de emmer onder water om. Ik hou hem even vast totdat de eerste belletjes erin zitten. En ik ga gewoon even lekker roeren en er komen ze al. En wat ik dus nu doe... We zien nooit uit om te leren, hè? Wat ik nu doe, heb ik eens een keer gedaan met een zware steen aan een lang touw. Ik gooide daar die steen in de sloot en ik trok hem die kant op. En ik houd een fakkelbel. En elke bel werd een vlammetje. En dan had je een lopend vuurtje over het water. Nou, je ziet inmiddels die emmer aardig omhoog komen. Dit is dus allemaal brandbaar gas, hè? Eigenlijk hetzelfde als dat je een... Dus dan vandaar de uitdrukking, je ziet waterbranders. Ja. Hij kijkt alsof die water zit. Ja, nou branden. Goed, dat kan dus hier. Zo kijk je uitdrukking. Ja, zo ja. Maar dat is dus het spreekwoord. Er zijn wel eens een keer een dierenarts, die heeft eens een keer een koe ontgast met een pijp in zijn achterwerk. En die hield er ook een lusje voorbij, is de boerderij heeft gebrand. Ja. Laten we het... Dus doet het... Laten we het schepen. Nee, doet dat maar niet. Dat willen jullie niet zien bij mij. Maar het is even een kwestie van roeren en je ziet eigenlijk het meeste gas gaat ernaast. Dan zou ik een grotere ton hebben, dan kun je dus heel veel gas opvangen. Ja, je ruikt het goed hoor. Ja, nou, ik stop er even mee. Of zou ik hem nog wat groter maken? Het wordt nou gefilmd, dus dat maakt me niet groter. Nou, ik vind het genoeg. Hij blaast er gewoon weg, hè? He? Hij blaast er weg. Ja, maar als hij gekant wordt, dan... Even kijken hoor. De wind is gunstig, die span jullie aan. Ik krijg een mond vliegen de lucht in. Het kleine jongen deed we dit ook. Ja? Ja. Ik heb dat nooit gehoord. Hij deed met een specie kijken. Nou, daar komt hij. Foto's klaar. Nee, hij brandt niet. Slechte krant. Even kijken welke is. IJssel en Lek. Ja, nee. Die had het de Nederlek moeten nemen. Ja. Nee, ja. Het water moet er wel. Zit het er nou nog in? Ja, daar komt ie. Zo. Oh ja, draait. Oh, dat is echt onvoorstelbaar. Hoe rijk zijn wij in Nederland? Nou, ja.